Vandaag zit ik in Natural Disaster samen met Zion. De vorige keer vond je het hartstikke leuk dat ik met Zion aan het spelen was. Dus ik dacht, we nodigen hem weer uit en we gaan samen met hem spelen. Zorg dat we veilig blijven, want we hebben van alles dat kan komen. Storm, regen, vuur, lava. Maakt niet uit, we moeten veilig zijn. En ik heb een gevoel dat daarboven gaan helemaal veilig is. Tsunami, get to higher ground. Nou, dan zitten we denk ik goed, want de tsunami vindt plaats. Zij is hier trouwens bijna af. En Zion is weer hartstikke happy om mee te doen in de nieuwe video. Nou, we zijn redelijk hoog. Ik weet niet of we nog hoger kunnen komen dan dit. Ik denk het namelijk niet. De boom gaat voor de helft mee en hij is weg. Dus als je daarop stond, dan ben je af. Oh, Zion! Oh, Zion is veilig. Oké, een heel hoog geval. Meen je dit nou echt? Ik was Zion naderen en ik ga letterlijk af. Volgende map is 70 seconds. Nou, zoals je kunt zien, we zijn in een bedrijventerrein aangekomen en we moeten veilig zijn. Ik zie een soort van wolken precies aankomen, dus ik denk dat het heel erg hard gaat regenen. Dus ik denk dat we onder een afdak moeten staan. Dus ik ga één verdieping hoog. En dan ga ik denk ik hier gaan wachten als het mogelijk is. Ik kan hier niet in. Lijkt het. Nee, je kunt hier niet in. Nou, ik ga hier blijven wachten. Ik heb een gevoel dat het heel erg hard gaat regenen. Thunderstorm. Don't stand on open and high places. Inderdaad, ik had gelijk. Laat mij weten of jullie denken dat ik dit ga overleven. Nou, hier vallen echt al dingen naar beneden en er komen dingen los. Als dit nu naar beneden valt, dan ben ik heel erg de pineut, want ik denk niet dat ik het overleef. Zion, wat ben je? Zion is gewoon rondje gaan lopen. Hij denkt van, joh, ik kan dit prima aan. Oh, oké. Ik ben één keer lichtelijk geraakt door het onweer. Ik weet niet nog hoe lang we dit gaan moeten overleven. En kijk eens aan. We freaking did it samen met Zion! Hey, heb ik heel erg goed gedaan. Ik ben heel erg benieuwd wat de volgende ronde gaat zijn, joh. Wie wil zien? Oh, Zion heeft er ook heel veel zin in. Oh, nee. Modest Headquarters. Ik weet niet of we naar boven of beneden gaan. Weet je, iedereen gaat naar boven. En mensen zijn toch heel erg vaak schapen en volgen iedereen gewoon. Dus laten we zien of dat een slimme keuze was om naar boven te gaan. Weet je, ik ga hier rechtdoor. En dan gaan we hier verder naar boven en kijken waar we gaan uitkomen. Oké, we zijn helemaal boven. Oh, ik zie wel een heel serieuze wolk. Dus ik weet niet of dit de slimste keuze is. Maar weet je, we gaan naar boven. En dan zien we zo dadelijk wel of het een slimme keuze was. Flash Flood. Seek a high stable ground. Nou, dan denk ik nog eentje omhoog. High and stable. Nou, hoger dan dit kom je niet hoor, jongens. En bam. We zijn boven de wolken geraakt. Dus zoals je kunt zien, ik denk dat het de beste keuze was. Ik denk dat het namelijk gaat onweer aan de onderkant van ons, dat we niet eens kunnen zien, dat we hier heel veilig zijn. Zion, pas op wat je gaat vallen. Zion, als je nu valt, ja, oké. Zion is in brokjes gevallen, dat betekent die Roblox aan je af bent gegaan. Oké, kijk eens waar we zijn aangekomen. Iets heel intragalactisch. Ik vind het wel heel gek. Zion, kom je mee met mij? Zion is rondje. Is Zion allemaal aan het doen? Nou, Zion heeft geen zin in deze map, denk ik. Dus we gaan het zelf doen. En dat vind ik ook prima. We gaan hierover. En wat gaat er gebeuren, dat weet ik nog niet. Het is alleen erg donker. Dus ik heb het gevoel dat het weer heel erg gaat gieten. Onweer, hagel naar beneden komt. Dus ik weet niet of weer naar boven gaan slim is. Trappen gaan af. Dit is een hobby geworden, want de trappen gaan af. Oeh! Oh! Oh! Ga ik dit overleven? Ik zie bijna niks. Ik zie bijna niks. Oké, we moeten een warme, veilige plek vinden. Een shelter om te overleven. Gaat er redelijk snel af. We gaan hier naar binnen. Dat ik dit heb overleefd van hoe hoog ik was. Sneeuwstorm is nog steeds heel erg bezig. Ik dacht dat hij even klaar was. Hey, Zion! Hij zat lekker met mij mee te kijken. Hey, dikke vriend. Gaan we wel gewoon weer lekker samen meespelen? Ik denk het wel. Oké, volgende ronde. We zijn bij een legerding aangekomen. Kunnen we hier trouwens in? Oeh, kunt hier letterlijk ingaan. Kijk, Zion. We kunnen hier gewoon aardig gewoon veilig inzitten. Ik weet niet of we hier veilig gaan zijn. Kunnen ook misschien naar het puntje van de top komen. Lijkt me ook wel heel erg leuk. Maar ik wil weten wat er gaat gebeuren. Weet je, het is niet erg. Ga naar boven. We gaan naar boven. We zijn zo dadelijk aangekomen. Hey, kijk eens. Met z'n allen zijn we samen. Jongens, doen we er niet af. Nee, met er niet afduwen. Zion is echt iemand die me er af wil duwen. Is Zion er nog? Ja, hij is daar. Oké, Zion is hier. We kunnen trouwens op deze dingen klimmen. Maar ik weet niet in hoeverre we erop gaan blijven. Ik blijf gewoon op deze truckding staan. Pak me veilig mee. Oh, kijk. Je kunt zo naar boven gaan via truckding. Nou, ik ben lekker mee aan het racen. Oh, seek warmth and find a shelter. Nou, dat gaan we doen. We gaan weer naar binnen. Even, ja, binnen. Het is niet echt binnen. Maar het is onder een afdak. En het is aan het schieten, jongens. Oh, dit is normaal. Zion, waar ben je? Oh, weet je, ik ga gewoon lekker naast. Dat vind ik wel gezellig. Als er iets met Zion gebeurt, ik hou hem warm. Hey, Zion. Oh, ja, Zion, ik weet het. Je bent bijna af. Wil ik ook niet. Lekker warm hier staan. Kijk, ik hou hem veilig.
heb zijn arm echt letterlijk zo, zodat hij veilig kan blijven leven. En heeft hij het gehaald? Ja, Zion heeft het gehaald. En met deze hebben we ook deze aflevering gehaald. Ik ben super blij. Het woord van vandaag is winnaar en winnares. Allebei, gewoon Zion en ik. Vond het leuk? Like de video. Reageer wat je vaker wilt zien op mijn kanaal. Mag alles in Roblox zijn of daarbuiten. En ik zie jullie graag overmorgen terug bij een nieuwe video. Adios.